We hebben in onze studio vanmiddag de maker van de reportage uitgenodigd, Christophe de Boursu van de RTBF. Christophe, welkom. Vertel eens, waarom is het zo belangrijk om aan te tonen dat Le Terme de Brabançonne niet kent? Nee, dat is dat niet dat belangrijk is. Wat wij willen, dat is een beetje aansluitend op een verkiezingsslogan van de CVP toen, onder Leo Tindemans, een slogan dat zei, omdat de mensen belangrijk zijn, dat willen we ook weten wat de mens is achter het programma. Dus wouden we weten, bijvoorbeeld, wat meneer Le Terme wist over de nationale geschiedenis van België, over een paar details, zoals inderdaad waar 21 juli voor staat, of over de Brabançonne. Maar dat je zegt dus, zelf, ja. Het gaat om details, het wordt wel heel erg uitvergroot hier. Dat wordt niet uitverkoot. Het is wel zo dat het heel verrassend is. Een toekomstige premier, zoals u dat zelf zei, die de Marseillaise zingt als hem wordt gevraagd de Brabançonne te zingen, dat is heel echt verrassend. Maar, het woord onthutsen is trouwens een beetje te sterk uitgedrukt. Dat is verrassend. Ja, maar de omstandigheden waarin hem dat gevraagd wordt zijn natuurlijk niet ideaal. Hè? Micro onder de neus, even op de trappen van de kathedraal en de man heeft zich gewoon vergist. Dat is menselijk. Hij heeft zich misschien vergist, maar dat zegt dat is verrassend. Dat is iets dat ik zou graag hebben meer geweten over waarom hij zich vergist heeft. Misschien is het omdat hij aan de grens met Frankrijk woont. Waarom niet? Misschien is het ook te wijten aan het feit dat de Belgische identiteit zo zwak is. Alle enquêtes tonen dat aan. En aangezien meneer Le Terme natuurlijk een verleden heeft voor de Franstaligen als iemand die België niet oog in zijn vaandeel houdt, zegt het toch wel iets over het feit? Dat is toch verrassend. Ja, je zegt het, Le Terme heeft een verleden, maar is het niet zo dat Le Terme een beetje gezocht wordt door de Franstalige media? Dat is toch de indruk die een beetje ontstaat hier. Dat kan een indruk zijn, maar dat is dus niet zo. Dat is de toekomstige premier. En alle zenders hebben het graag, dus de toekomstige premier, beter te leren kennen. Zoals vooral iemand zoals meneer Le Terme. Bijvoorbeeld hebben we zijn vader geïnterviewd, die Waal is, die een Waal is. En die een beetje zijn verhaal heeft gedaan. Die is heel positief trouwens voor Yves Le Terme. En hier dus, dat is een beetje een Franse aanpak. Als iemand hoge functies bekleedt, dan volgen we hem. Dus de Franse pers volgt Nicolas Sarkozy op een motor en interviewt hem als hij rijdt. Dat is hier nogal braaf. Ook willen doen. 1 op de 5 Belgen weet blijkbaar niet waarvoor de nationale feestdag precies staat. En daar zijn nog andere politici bij ook. Dat is trouwens het bewijs dat wij meneer Le Terme niet echt zoeken. Wij hebben ook meneer De Motte, dus de kerstverse Waalse premier, geïnterviewd over zijn kennis van het vaderland. Over waar staat 21 juli voor? En u gaat het zien. Hij weet het helemaal niet. Hij zegt wel iets, maar dat is totaal verkeerd. Oké, we gaan kijken. Cet après-midi, autre grand rendez-vous. Le défilé militaire. Mais Yves Le Terme est absent, il travaille à sa note de formateur, nous dit-on. Alors test, les autres responsables de ce pays savent-ils mieux qu'Yves Le Terme ce qu'on commémore le 21 juillet? Eh bien, absolument pas. Eh bien, c'est la commémoration d'une victoire, en l'occurrence, lorsque les différents peuples des provinces belges de l'époque, sud des Pays-Bas, se sont rebellés contre l'occupant hollandais. C'est pas que c'est la prestation de serment Léopold Ier, tout simplement? Écoutez, c'est une bonne chose si c'est le cas. Je suis davantage attaché à l'histoire des peuples que celle des rois. Pourquoi fête-t-on le 21 juillet, le 21 juillet? Le 21 juillet, parce que c'est la fête nationale de notre pays. Mais pourquoi est-ce aujourd'hui, le 21 juillet? Quelques minutes plus tard, le Premier ministre revient vers nous. Il a réfléchi ou s'est informé. La prestation de serment. De qui? De Léopold I. C'était même le 21 juillet 1831. La Belgique est sans doute le seul pays au monde où les principaux dirigeants ont du mal à dire ce qu'on célèbre le jour de la fête nationale. Toch nog even terugkomen op Le Terme. Je begint je commentaar in een stukje. Le Terme is niet aanwezig op het défilé, maar hij is natuurlijk geen minister-president meer op dit moment. Hij is nog geen premier, dus dat kan hem ook toch niet ten kwade worden geduid. Als hij er wel was geweest, zou je misschien zeggen hij waant zich al premier. Nee, helemaal niet. Omdat dat is enkel te wijten aan het feit dat zijn aanwezigheid door zijn woordvoerster werd aangekondigd. Maar misschien hebben we haar verkeerd begrepen. Dus enkel daarom. Mm-hmm. En trouwens is het heel positief dat hij als een nota werd. Hij was dus aanwezig de voormiddag. Dus ja, het wou enkel betekenen dat wij hem geen vraag opnieuw konden stellen over zijn vergissing. Dat was helemaal geen verwijt. Heb u aan mijn toon gehoord trouwens. Oké. De RTBF heeft een paar maanden geleden ook die nep-uitzending gemaakt, dat nep-journaal. Waarin Vlaanderen zijn onafhankelijkheid uitriep. De filosofie daarachter werd toen gezegd was, we wilden een debat op gang trekken. Maar
Zaaien jullie niet precies altijd wat jullie willen vermijden? Zetten jullie niet precies de gemeenschappen hier tegen elkaar weer op? Dat denk ik niet. Hier komt Le Terme weer al als een perfecte Belge tevoorschijn. De Belgen weten niets over de geschiedenis, dat zeggen alle enquêtes. Hij is dus de perfecte Belg, de doorsnee Belg beëistek, dus een perfecte toekomstige premier. Dat is toch een bewijs? Nee? Die conclusie heb ik niet gehoord in het stukje, maar dat was misschien... Maar dat is aan de mensen, om dat eventueel te concluderen. Er is trouwens geen conclusie. Enkel het feit dat inderdaad wij misschien het enige land in de wereld zijn waar de leiders niet weten wat wij vieren op de Nationale Feestdag. Inderdaad, dat is heel uitzonderlijk, maar dat is ook wat ons land sympathiek maakt. Hè. We zijn helemaal geen nationalisten. Fantastisch, nee? Goed. Dat is een mooie conclusie dan. Christophe Boursu, dank u wel. Dank u.